Oké, en je hebt nu natuurlijk verteld over, het ging toen goed en je begint het opbouwen. Maar neem ook eens mee, wat is nou je grootste uitdaging geweest? Eigenlijk met iemand die ik kende, ben ik eigenlijk begonnen met e-commerce. En in het begin gingen eigenlijk heel veel dingen niet zo goed, weet je wel. Dus ja, je kan wel 100 cursussen omtrent dropshipping bekijken, dat heb ik ook gedaan in het begin. Ja. Maar je leert het meeste door 100 producten te gaan testen. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering. Welkom bij de podcast. Ik ben Paul van Sprindel en we zijn hier vandaag met Hugo. We gaan eigenlijk een kort interview houden over mijzelf. Waar ik zelf dingen heb gedaan. Mijn ervaring in e-commerce en mijn coachingsresultaten. Allereerst, Hugo, is het met je vandaag, man? Goed, zeker goed, ja. Ja. Goed je te spreken. Ja, Hugo is ook onderdeel van Team Ecom Elite. En hij helpt ons eigenlijk ook om zoveel mogelijk mensen te helpen in e-commerce. Dus dat is ook super tof dat je hier bent. En super tof om dit gesprek vandaag met jou te hebben, man. Zeker, ik keek er naar uit. Nou, Paul, ik ben eigenlijk heel benieuwd, hoe lang doe je dit nu eigenlijk al? Yes, ik ben nu 4 jaar actief in e-commerce. Aantal jaren succesvol, aantal jaren niet succesvol, waar we het ook dieper over in kunnen gaan. Ik ben eigenlijk begonnen in 2019. Destijds nog middelbare schooltijden, in ieder geval VWO 6 begonnen met wat ondernemen met een vriend. Eigenlijk met iemand die ik kende, ben ik eigenlijk begonnen met e-commerce. En in het begin gingen eigenlijk heel veel dingen niet zo goed, weet je wel. Ik liep heel veel tegen dingen aan, ik wist niet precies wat ik wilde doen. En we hadden gewoon op een papiertje opgeschreven van, yo, wat willen jullie gaan doen? En dan kwam dropshipping uit, want het was weinig startkapitaal. En ik werkte destijds gewoon bij de Albert Heijn, dus ik had niet heel veel geld om mee te beginnen, zeg maar. Dus zo eigenlijk begonnen, uiteindelijk na 6 maanden met die jongen uit elkaar gaan. Hij deed niet zoveel meer qua e-commerce en ik stak al het werk erin. En ik ben eigenlijk blijven plakken en door vele ups en downs, coaches hier, cursussen daar, dingen verbeteren, dingen leren. Ja, eigenlijk op een punt gekomen dat ik goede resultaten heb behaald met dropshipping, man. Oké, en hoezo e-commerce? Heb je jouw pa en ma daar ook iets in gedaan? Of hoe ben je op die interesse gekomen? Ja, ik denk dat iedereen destijds wel die advertenties ook van Joshua Kaat zag. En eigenlijk heb ik gewoon op YouTube zag ik een keer iets. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Gewoon zo opgeschreven van, wat zijn de makkelijkste businessmodellen om te beginnen? Ik wilde ook iets vinden van, als ik niet aan het werk ben, kan je ook verdienen. Met e-commerce is dat ook zeker het geval, weet je wel. Dan kan je gewoon, als je advertenties aan hebt staan, kan je gewoon met een uurtje per dag, kan je gewoon prima je business in principe, als alles loopt, kan je het gewoon zo doen en dingen delegeren, mensen op klantenservice zetten. Dus je had er ook wat locatievrijheid. Dus afgelopen jaar ook veel gereisd en daarvoor ben ik ook een beetje begonnen. Destijds om het geld te verdienen en natuurlijk ook die locatievrijheid. Ik merkte heel erg, in een baan heb je natuurlijk geen locatievrijheid. En op school eigenlijk ook niet. Ik wilde eigenlijk mijn eigen leven leiden, om het zo maar te zeggen. Maar. Ja, snap ik. En hoe oud was je precies toen jij begon? Ik was 19 toen ik was begonnen. Daarvoor heb ik ook wel wat kleine dingetjes gedaan. Eigenlijk altijd gewerkt vanaf mijn 15e bij Albert Heijn. Maar daarvoor heb ik ook wel eens gewoon op schoolfeesten wat Red Bull verkocht, et cetera. Gewoon wat kleine handeltjes gedaan. Wat neppe merkkleding verkocht. En ik wilde gewoon geld verdienen. En in het begin maakte mij het niet uit of dat bij de Albert Heijn was. Dus daar heb ik gewoon 4 jaar gebeukt ook. En ook nog wat 2 andere baantjes daarnaast gehad op latere leeftijd. En zo eigenlijk begonnen. Om geld te gaan verdienen. Dat was gewoon heel erg de reden om het goede leven te leiden. Dus ook om terug te kunnen geven aan je ouders, et cetera. Maar ook om te kunnen reizen en te doen wat je wilt, man. Snap ik. En je hebt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan, denk ik, in het begin. Van hoe moet je beginnen? Welke coaches zijn er? Hoeveel moet je investeren? Als je zo terugkijkt, hoe was jouw eerste dag toen je begon? Of je eerste maand? Wat was dat? Ja, dat was helemaal niks. Maar ik was heel erg perfectionistisch. Dus ik was gewoon begonnen en ik wilde eigenlijk alles zo goed mogelijk doen. En het duurde veel te lang voordat ik een product online had. Ik had niet eens in een maand een product gelanceerd. En met dropshipping kan je in principe in 15 minuten. Nu met deze skills zou je in principe een product online en morgen sales of geen sales kunnen draaien. Dus het duurde veel te lang. Maar dat kwam ook omdat ik heel eigenwijs was. Dat wil ik niet omdat ik wil dat jij mijn cursus gaat kopen. Maar ik had geen cursus, ik had geen coaching, et cetera. Dus ik deed eigenlijk alles een beetje YouTube hier kijken, een beetje YouTube daar.
dingen zelf uitvogelen. En eigenlijk heb ik daardoor 8 maanden gewoon 0 omzet gedraaid. Dus ook wel dingen getest, producten, et cetera. Maar gewoon geen sales, 0. En in e-commerce is dat best wel raar. Niet dat ik nou 100 producten had getest, maar ik had wel een en ander gedaan en geen resultaat. En daarna eigenlijk begonnen met die Joshua Kaats destijds cursus. Daar pakte ik eigenlijk mijn eerste sales uit. Destijds werkte ik daarnaast ook gewoon nog steeds. Want ik wilde gewoon geld in blijven komen, want omzet is geen winst, zoals je weet. Op een gegeven moment had ik een product dat lekker liep. Dat was, ik denk dat dat toen wel 2020 al was. Oh, precies. Dus dat is eigenlijk het eerste product dat ik echt goed had getest en goed had gedaan. Dat liep goed. Dat heb ik eigenlijk 3 of 4 weken kunnen lopen. Maar met de kennis achteraf had ik daar zoveel meer uit kunnen halen. Ja. Want ja, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik had gewoon iets goed neergezet. Maar voor de rest wist ik niet hoe en wat, man. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen destijds met de cursus van Joshua Kaats. En ook wat andere coaches zoals Justin Wall, Amerikaanse coach, genomen. Daar werk ik nog steeds mee samen. Dus ik ben altijd wel in het investeren geweest in coaches uiteindelijk. In het begin niet. Puur omdat je dan kijkt van, hey, iemand heeft dit resultaat. En dit resultaat wil ik. Of 10% van dit resultaat, weet je wel. Je hoeft niet eens, ja, stel je voor iemand heeft 100.000 per maand gedraaid. En jij pakt daar 10%, draai je 10.000 per maand. 2.000-3.000 euro winst. Ja, het gaat niet eens per se om die 2.000-3.000 euro winst, maar die vrijheid die je daarmee hebt. Zeker, dus je kan daarmee met die 2.000 euro, kan je in Spanje zitten, Griekenland, maakt geen reet uit waar je zit. En die 2.000 euro bij je 9 tot 5, die moet je altijd in Breda, Amsterdam, Utrecht, zelfde locatie doen. Dus dat is denk ik het grote verschil, man, hoe je je leven indeelt met ondernemen. Snap ik. En als je terugkijkt en je zegt zelf, okay, je hebt ook 8 maanden lang investeren in tijd, geld. Maar ik neem eens mee, hoe voelde het moment toen je eerste sale of je eerste winst had behaald? Ja, mijn eerste product dat ik schaalde was een postuurcorrector. Misschien heb ik het nu ook al nodig voor mijn schouders en nek, maar in ieder geval een product. Mass market producten, en daarvan heb ik heel veel van kunnen verkopen. Omdat heel veel mensen natuurlijk slechte houding hebben of et cetera. Ook mensen die sporten kunnen iets slechtere houding hebben. Dus het was een grote markt. En die heb ik eigenlijk gedraaid met websiteje, dropshipping, Facebook ads en gewoon geschaald. En destijds was het nog. Tegenwoordig heb je gewoon agents met goede leeftijd. Maar dit was gewoon echt gewoon AliExpress leveranciers producten. Dus kwaliteit was er in principe oké. Maar zo ben ik eigenlijk begonnen. En die eerste sale maakte ik toen mijn moeder wakker, weet ik nog wel destijds. Ik heb wat verdiend. Soort van. In ieder geval, iemand had geld naar je overgemaakt, weet je wel. En dat heb ik altijd wel vaak momenten gehad van, hey, shit man. Misschien moet ik nu stoppen of misschien moet ik nu opgeven, weet je wel. Maar ik heb altijd gedacht van, hey, als ik hier niet stop, andere mensen geven wel op. Dus als ik maar blijf doorgaan en blijf verbeteren, dus niet telkens hetzelfde doen, dan kom ik er wel. En zo heb ik het eigenlijk gedaan met e-commerce. Oké, en je hebt nu natuurlijk verteld over, hey, het ging toen goed en je begint het opbouwen. Maar neem ook eens mee, wat is nou je grootste uitdaging geweest? Zeg, wat op het moment, ga ik door of ga ik stoppen? Ja, vooral die eerste 8 maanden dat je geen rug verdient. Destijds, iedereen kent het wel, de Facebook-blokkades. Dus je business manager kan geblokkeerd worden. Nou, in principe is dat helemaal geen ramp tegenwoordig. Ik merk het ook bij studenten nu van, ik had vanmiddag in een call, ja, zijn business manager was geblokkeerd. Dus dan kan je geen ads draaien. Maar tegenwoordig in 2023 zijn er zoveel oplossingen. En dat is ook denk ik het zijn van een ondernemer, denken in dat soort oplossingen. En toen dacht ik niet in die oplossingen. Toen dacht ik, ja, kut. Ja, nu kan ik stoppen, man. Ik kan geen advertenties draaien, dus dan houdt het op. Maar er zijn altijd oplossingen en het is net hoe je daarnaar kijkt. Dus daar heb ik veel in gestruggeld. En hoe je de juiste dingen aanpakt. Dus hoe maak ik nou de zo goed mogelijke webshop? En wat ik vooral ook wilde doen en wat ik mijn mensen in de coaching leer is minimale effort, maximum results. Dus focus je op dingen die jouw resultaat gaan behalen. En sommige gasten zeiden tegen mij, ja, je moet gewoon 100 producten testen. Ja, dan ben ik 5.000 euro verder. Het kan. Kijk, en het is ook niet de mindset van, hey, ik gooi er 5 rug in en ik ben die kwijt. Maar ik wilde van, hey, als ik er dus dit soort bedragen in ga gooien, dan wil ik dit op een kostenefficiënt manier doen, zodat ik zelf mijn risico beperk. Ik ben bereid risico te nemen, redelijk veel, zeker op jonge leeftijd. Alleen ik ga niet mijn geld weggooien. En zo heb ik eigenlijk bij
Amerikaanse coaches veel geleerd. Ja, hoe vind je nou de juiste producten? Daar liep ik in het begin tegenaan. Hoe schaal ik nou advertenties? Dat zijn eigenlijk de grootste struikelblokken die ik nu ook zie. Van hey, hoe vind je nou de juiste producten? En hoe schaal ik nou mijn advertenties? Kijk eens aan. En als je ook zo kijkt, hè, je was vrij jong toen je begon. Wat waren jouw doelen op dat moment? Was dat zeg maar gewoon een leuk inkomen krijgen, financieel echt onafhankelijk worden? Wat waren je doelen daarmee? Ja, financieel onafhankelijk word je een beetje doodgegooid. Mijn doel was gewoon om fucking veel geld ermee te gaan verdienen. Om geen studie te hebben en geen baan. Dat waren eigenlijk mijn voornamelijkste dingen. Dus ja, ik ben altijd wel bereid te luisteren naar andere mensen. Maar alleen van mensen van wie ik advies zou aannemen. Ja. Dus leraar op de middelbare school. Ik wilde niet het leven van een leraar. Dus dan ga ik daar in principe niet naar luisteren. Nee. Dus dan ga je eigenlijk zoeken naar mensen naar wie je wel naar opkijkt. Dat is misschien een groot woord. Maar in ieder geval waar je het leven van misschien wel zou willen hebben. Dus zo heb ik het eigenlijk een beetje gedaan. Hè? En had je ook een omgeving die daar ook in meeging? Of ja, werd het ook wel een beetje door vrienden en kennissen dat ze daarvan, ah, dat moet je doen, lekker 9 tot 5. Hoe was je omgeving daarin? Ja, ik ben eigenlijk heel erg bewust in geweest. En vanaf mijn 18e eigenlijk heel erg ghost gegaan op mijn omgeving toen al. 18, 19. Toen merkte ik al, ik haalde geen voldoening uit dat gewoon dat 40 uur per week op school zitten en dan in het weekend zuipen en een balletje trappen. Nee. Zeg maar, ik vond dat zo, dat zijn dingen die voor mij zo saai zijn op een gegeven moment. Dat ik dacht van oké, hoe ga ik het dan doen? Dus toen ging ik al meer bij de Albert Heijn werken. Toen gingen gasten mij meevragen van hey, ga je zuipen in de stad? En dan verwaterd contact. En zeker toen ik was begonnen op die jongen met wie ik die business deed, die wist natuurlijk wat ik deed. Maar ik heb eigenlijk niks gezegd over mijn online ondernemen totdat ik geld mee begon te verdienen. Nee. Heb ik eigenlijk bewust zo gedaan omdat ik wist dat de lullo's waar ik toen mee hangde, om het zo maar te zeggen, ja, die waren gewoon te erg in de matrix om. Maar het is wel zo. Het is misschien zo. Kijk, het is lastig om die juiste support in de omgeving te houden. Mijn vader is ondernemer, dus die heeft me wel ingesteund. Mijn ma was er in het begin niet fan van, maar die zag hoeveel uren ik erin stak naast 9 tot 5 of naast een bijbaantje of naast de studie, dat ze het wel begon te begrijpen. Dus aan mijn ouders heb ik daarin heel veel steun gehad. Maar uit vrienden persoonlijk niet echt. Dat heb ik ook bewust niet gedaan. Dus, nee. En is het, als je zo ook terugkijkt, hè, want je hoort natuurlijk verhalen van goh, binnen een maand kun je zoveel verdienen. Maar het is dus, hoe ik het hoor, gewoon keihard werken. Ja, het is zeker om nog steeds mogelijk om in 2023... e-commerce starten. Dus heel veel mensen zeggen misschien het is dood of zo. Ja, dan geef ik je 1 advies. Dan kan je in het restaurant de open zijn en dingen gaan inschenken bij mij. Want dat soort mensen heb ik ook nodig, weet je wel. Ik ben bereid je te helpen en de coaching, weet je wel. En jezelf naar een hoger niveau te tillen met e-commerce. Maar ben jij niet bereid om, ja, ondernemen moet er een beetje in zitten, weet je wel. Vroeger dacht ik van ondernemen is echt voor iedereen en iedereen moet ondernemen. Zo dacht ik een beetje, maar ja, het is ook niet voor iedereen, want je moet natuurlijk ook keihard ervoor werken en investeren. En het is echt een heel ander leven dan 9 tot 5. Het staat eigenlijk altijd aan. Dus man, dat eigenlijk. Ja, en wat moet je nou ook op dagelijkse basis, hè, doen of investeren om hier te kunnen komen? Dus heeft dat alleen te maken met jezelf opsluiten en keihard werken? Of wellicht ook gymmen of boeken lezen? Kun je me daar eens in meenemen? Ja. Kijk, het verschilt een beetje per persoon. Dus ik zou zeggen, doe je deze dingen nog niet, gym bijvoorbeeld, ja, dat is wel zeker iets wat ik aan zou raden om te doen. Maar uiteindelijk gaat het om dat je het werk doet voor je business, weet je wel. Als je 3 uur gaat zitten mediteren, ik ken ook gasten die slaan helemaal door. Die kopen elke cursus die ze zien en die nemen een ijsbad en die zijn 3 uur bezig met een ochtendroutine voordat ze ook maar een minuut gewerkt hebben, weet je wel. Ik doe het zeker ook nog, het mediteren voor mijn focus. Ja, gymmen zie je ook vaak van, hey, als je gymt wil je ook het meeste uit jezelf halen. Dus je wil ook een gespierde lichaam of die mooie vriendin of die mooie auto rijden. In ieder geval, je wil het meeste uit jezelf halen of in ieder geval zelfverzekerder worden als je gaat gymmen. Want je werkt aan je lichaam en dat zie ik ook bij ondernemers. Je wil eigenlijk het beste uit jezelf halen en echt niet alleen geld verdienen en echt impact maken ook, man. Ja, en waarom kan iedereen anno 2023 beginnen met... Ja, iedereen in ieder geval
als je bereid bent en ondernemer bent, dan kan je gewoon beginnen met dropshipping. En waarom ik het nog steeds aanraad is omdat het gewoon, ja, je hebt weinig startkapitaal nodig. Ja. En het is een opstapje naar ondernemen. Dus veel skills die ik gebruik in bijvoorbeeld mijn coaching business, die heb ik ook uit dropshipping business meegenomen. En je kan vanuit dropshipping heel veel verschillende kanten op. Je kan bijvoorbeeld uiteindelijk video-advertenties gaan runnen voor mensen. Of je kan een agency starten. Of het is niet zo dat je de rest van je leven hoeft te blijven dropshippen. Dus eigenlijk puur een opstapje om, ik zou zeggen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 euro winst per maand te gaan draaien. En dan te denken van, hé, wat wil ik nog meer qua bedrijf misschien starten? Ik zou het aanraden voor mensen om gewoon cashflow te maken. En ja, daarom zou ik eigenlijk aanraden om te beginnen met dropshipping anno 2023. Nou, zit nu in het derde kwartaal, vierde kwartaal. Eigenlijk e-commerce gaat elk jaar door het dak heen. Ik kan niet denken de laatste keer dat ik iets in de winkel heb gekocht. Nee. Op eten na misschien, weet je wel. Je koopt heel veel online. Dus ja, e-commerce is veel groter dan alleen het stukje dropshipping. En we helpen mensen ook verder dan alleen het stukje dropshipping. Zoals zeker, ja. Ja. En als je één advies zou mogen geven, los van jou, hè, natuurlijk de cursus en hele coaching, wat zou dat dan zijn? Ja, niet alleen start vandaag, maar we kunnen wel heel veel grote clichés hier vandaag met elkaar gaan benoemen. Maar ik denk, ja, als persoon moet je zelf ook weten van, yo, wat moet jij doen om succesvol te worden met welk businessmodel? Het is niet dat wij hier succestrips of de sleutels naar succes delen. Ja, het is gewoon om mensen te motiveren en te helpen. Het is niet per se één advies. Ja, als je echt niet weet wat je moet doen, dan je kijkt in ieder geval naar deze podcast. Dus je bent in principe op de goede weg. Je bent jezelf aan het verdiepen in bepaalde dingen. Dus dat is in principe top. Ja, er zijn zoveel informatiebronnen. In principe kies je één businessmodel, zou ik zeggen. Of het nou e-commerce is, of crypto, of YouTube. Maakt geen zak uit. En doe dat businessmodel nou eens 2 of 3 jaar. 2 of 3 jaar. En misschien heb jij in het begin nog geen resultaat. Maar als jij maar 2 of 3 jaar lang bezig bent en je verbetert jezelf, dan ga je 100% resultaat halen. Geef jezelf nou eens die tijd in plaats van die short-term mindset van binnen 3 maanden moet het goed zijn, anders ga ik crypto doen. Dat zie ik heel veel mensen doen. Ze denken, ja, het gras is altijd groener aan de overkant, maar het gras is groen waar je het watert. Dus waar je attentie legt, daar kan je het meeste uithalen. Dus doe nou eens dingen een langere tijd en eigenlijk, ja, lever in de korte termijn even dat avondje stappen. Lever dat een keer in, weet je wel. Het is niet meer dat je nooit uit kan gaan. Maar je moet gewoon wat opofferingen maken om te willen bereiken in het leven wat je wilt. Inderdaad, dus eigenlijk samenvat, gewoon consistency is key. Ja, je moet consistent zijn. Consistent. Ja, dat is met sporten hetzelfde. Ja, als jij troep gaat zitten eten in het weekend, dan kan je wel en gaat zitten zuipen, kan je wel van maandag tot vrijdag goed hebben gegeten en gesport. Maar zo werkt niet. Dus in principe weet jij, als je gewoon normaal kan nadenken en je bent geen NPC of echt een hele grote peasant, dan snap je echt wel wat je moet doen om uit de matrix te komen. Het is niet dat wij hier hacks geven, wij zijn ook gewoon mensen die e-commerce doen en mensen daarbij helpen. Dus is dat eigenlijk Hugo. En als je terugkijkt naar 4 jaar geleden ongeveer, wat had je met de kennis van nu anders gedaan? Ja, ik had gelijk geïnvesteerd in een mentor destijds. Dat had ik sowieso gedaan. En ik had minder perfectionistisch geweest. Dus eigenlijk, ik heb zelf ook wel bijna 40 boeken gelezen en cursussen gekocht, ook in geïnvesteerd. Dingen geleerd, maar eigenlijk het meeste leer je uit de ervaring. Dus ja, je kan wel 100 cursussen omtrent dropshipping bekijken, dat heb ik ook gedaan in het begin. Ja. Maar je leert het meeste door 100 producten te gaan testen. Tuurlijk moet jij die basis weten. Van hoe vind ik product, hoe maak ik website, hoe draai ik ads. Zodra je de basis weet, ga het gewoon eens doen. Ga eens op je bek, maak eens die fouten. En leer eens van die fouten. Daar leer je veel meer van dan het 40ste succesboek. Want als ik je adviseer om rijk te gaan worden, dan is het niet om succesboeken te gaan lezen. Daar is het altijd positief blijven, investeren in jezelf, waar we het nu ook over hebben. Maar het is gewoon de dingen doen, weet je wel. Hoe krijg je wat je wil door dingen te doen die je sneller bij je resultaat behalen. Ja, en nog even ook kijken naar jou. Hè? Je hebt verteld over die postuur. Correctoor, ja. Correctoor. Die draait heel goed.
Ja, ja. Hoe doe je op dit moment je product research om tot zo'n product te komen? Want er gaat natuurlijk wel tijd in zitten. Hoe kom je daar nou bij zo'n product? We hebben eigenlijk onze eigen strategie voor product research ontwikkeld. En daarbij gaan we eigenlijk uit van, hey, je test maximaal 20 producten voordat jij een winstgevend product hebt. En niet een winstgevend product dat je die 2 weken kan draaien, maar het liefst een aantal maanden en het liefst het hele jaar door. Nou, daar hebben we onze eigen strategie voor. Momenteel test ik dus 5 van producten per dag gemiddeld. Nou, dat is ongeveer €250 per dag advertentiekosten daarin. Alleen, ja, ze slaan natuurlijk niet allemaal aan. Nee. Ik heb natuurlijk wel de juiste tactiek voor de producten, maar er zijn ook producten die niet werken. En ik zie meestal 1 op de 3 of 1 op de 4. Die slaan dan wel aan. Dus ja, dat is eigenlijk hoe ik het doe. Product research is eigenlijk, ja, niet moeilijker dan het is. Kijk naar je concurrent. Verkoopt je concurrent het goed? Is het een trending markt? Kan je het hele jaar verkopen? Probleem oplossen, het aantal criteria. Goed onderzoek doen in het begin. Dat hoeft geen uren te duren. Dat kan een kwartier zijn per product. En dan kan je kijken of je het online gooit. Want als je dat niet doet, dan weet je niet, ja, wie jouw klant is, wat de markt is, hoe het verkoopt. Dan ga je gokken en dan ga je dingen tegen een muur aangooien. En als je dingen tegen een muur aangooit, dan vallen ze meestal. Snap je wat ik bedoel? Dus met deze strategie heb je dus winnende producten. Vaak binnen 20 producten die je test. En dat is ook een kostenefficiënte manier, weet je wel? Want als je de 200 gaat testen, ja, dan ben je veel meer geld kwijt. Ja. Hoe sneller je inderdaad een goed product hebt, hoe eerder je natuurlijk verkoop maakt, omzet maakt, winst kunt maken. En je kan bijna gelijk sales maken. Dus je zet een product online en morgen heb je sales, of je hebt geen sales. 1 van de 2. Ja. En het kan redelijk snel gaan. Redelijk makkelijk in principe. Als we het zo zeggen, lijkt het misschien een droom, maar ja, er is geen enkel businessmodel wat ik heb geprobeerd waarbij je zo snel resultaat kan zien. Niet alleen snel, maar ook op de lange termijn. Kijk, natuurlijk is het veranderd de afgelopen jaren, maar ik vind het nog steeds een top businessmodel om te doen. En ik blijf het ook zeker de komende jaren doen. Waarom zou ik het niet doen? En als je zo, okay, well, Antje geeft natuurlijk coaching en je zit zelf, doe je ook daarnaast nu ook nog ondernemen. Hoe ziet een dag voor jou eruit? Ja, zeker. Ik begin mijn dag met een wake-up light. En dan word je wakker en dan is het soort sunrise. Het is in principe heel simpel. Dan doe ik mijn lens uit. Ik heb nachtlenzen. Ga ik even douchen. Dan ga ik richting kantoor. Daar weer eigenlijk begin mijn dag. Dus ja, daar lees ik eerst nog even, nu even 10 pagina's en even 5 minuten mediteren. En dan begin ik gewoon met werken. Dus dan begin ik eigenlijk te doen van, hey, wat voor dingen staan er vandaag op de planning? Wat voor dingen staan er in de week? Wat willen we verder nog doen? Dus ja, een dag voor mij is eigenlijk zoals ik het zelf wil indelen. Dus nu ben ik momenteel nog een paar maanden in Nederland. Ben ik vol gas aan het beuken voor e-commerce en voor mijn coaching klanten. Omdat hun tevreden zijn en voor nieuwe klanten. En voor mijn e-commerce klanten van de dropship store. Dus dat is eigenlijk hoe mijn dag eruit ziet. Eigenlijk ja, werkgerelateerde dingen voornamelijk. En als ik dan in het buitenland ben, net als einde van dit jaar, ja, dan ga ik natuurlijk ook de mooie dingen van het leven iets meer doen, iets meer genieten. Je kan het zelf bepalen. En natuurlijk merk ik dan wel dat mijn inkomsten dan iets minder zijn. Als je iets meer geniet natuurlijk. Maar dat is een keuze die ik maak als ondernemer. Ik hoef niet alleen maar te werken. Ik wil ook mijn business inrichten voor mijn lifestyle. En ja, je moet leven zoals je wilt leven. En niet om alleen maar heel de dag te werken. Maar ik haal heel veel progressie uit dat grind ook. En uit het progressie en geld maken daarin. Ja. En hoe voelt je vrijheid? Want je hebt natuurlijk jaren, hè, avonduren gezeten. Je hebt dingen opgegeven. Hoe voelt die vrijheid nu? Wil je dat nog ooit inwisselen voor 90-5? Nee, je kan nooit. Als je in principe, ik ga nooit meer terug naar 9-5. Dat is niet alleen voor het inkomen, maar ik denk ook dat je de skills hebt geleerd als mens. Nou, stel je voor, ik verlies vandaag al mijn geld. Bij wijze van spreken. Nou, ik weet dat ik mijn leven echt over een paar maanden weer op de rit heb. Omdat ik heb de skills ontwikkeld van, hey, ik kan mensen dus waarde bieden of een product of een dienst. En daar zijn ze dus tevreden mee. Dus ik kan eigenlijk vanuit het niks bijna geld toveren. Snap je wat ik bedoel? Dus het zijn echt de skills die je hebt als mens. En daarom zie je ook vaak bij bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld een crypto pump hebben meegepakt. Dus die bijvoorbeeld 5000 ergens in hebben gepompt en een paar ton van hebben gemaakt. En die hebben geen skills geleerd hoe jij nou die
het hoeft ook allemaal niet snel te gaan. Dat zie je op social media, maar dat je kan snel resultaat behalen, maar het gaat helemaal niet om morgen miljonair zijn. Het gaat om die progressie en die vooruitgang in je business. En vertel eens nu, anno deze dag, hoe gaat het online ondernemen? Ja, dropshipping gaat top. Dus we doen hele nette omzetten momenteel. Eigenlijk in verschillende landen draaien we nu, maar voornamelijk nog Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Eigenlijk heb ik daar een team ook op staan voor die website. Dus eigenlijk wat we daarin doen is een stukje dropshipping. En waarom doe ik dat nog steeds? Ik heb ook een aantal brands gehad, dus eigenlijk gefocust op één product. Maar ik haal nog steeds heel veel cashflow uit dropshipping. Wat ik dus kan investeren in deze assets. Dus in aandelen, crypto of in coaching. Dus een van de voornaamste redenen waarom ik eigenlijk nog steeds aan het dropshippen ben, is omdat het nog steeds een supergoed businessmodel is. Nog steeds een groot deel van mijn inkomen is momenteel. Dus daar doe ik het ook zeker voor. En ik vind het ook belangrijk van, ik help mensen met dropshipping. Dat ik zelf ook nog actief ben als dropshipper. Dus de dingen waar ik nu ook tegenaan loop, dat ik daar mensen in kan begeleiden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dingen die veranderen, bijvoorbeeld vanaf 1 januari de Facebook ads die een beetje veranderen. Die veranderen eigenlijk elk jaar. Maar ik wil wel op de hoogte blijven en in de scene, zeker als coach, vind ik dat belangrijk om te doen. Dus eigenlijk qua dropshipping loopt het heel erg goed. Dus daar doen we mooie omzetten mee. Dus dat loopt goed. En dat doen we eigenlijk op basis van Facebook advertenties. Aantal producten per dag testen. En zodra een product goed loopt, gaan we die opschalen naar duizenden euro's per dag omzet. Ja, omzet is natuurlijk geen winst, maar jullie snappen het allemaal. Dat dropshipping is gewoon een goed businessmodel nog steeds. En daarom doe ik het ook. Daarom raad ik het ook aan om jullie te doen. Want je kan er nog steeds heel veel geld mee verdienen. En wat ook heel erg belangrijk is, dat je de juiste skills leert. Dus dat doen wij ook in de coaching. Van hoe vind je nou het juiste product? Hoe maak je nou de juiste productomschrijving? Hoe maak je de juiste videoadvertentie? De juiste doelgroep kiezen? De juiste e-mails instellen? Eigenlijk alles instellen dat je beter bent ten opzichte van je concurrent. Want zo ga je natuurlijk winnen van je concurrent. Ik kijk altijd van, deze store die dropship zo. Hoe kan ik het nou verbeteren? Dat de klanten van hun naar mij komen, bij wijze van spreken. Dat ik hun eigenlijk de markt uit kan slaan. Ja. En zo heb ik het eigenlijk met alles gedaan wat ik online verkoop. En dropshipping is nog steeds een super business model. En nog steeds iets waarbij ik meer in ga doen. Dus weer nieuwe stores, et cetera. Dat zit er ook zeker weer aan te komen. Daar zijn we ook zeker mee bezig. Dus dropshipping loopt eigenlijk top. En de reden waarom ik nog niet naar inkoop ben gegaan met deze producten is omdat we gewoon heel erg veel testen. Dus heb ik heel erg veel verschillende producten. En voor mij is dat gewoon de reden om gewoon zoveel mogelijk te testen en zoveel mogelijk cashflow te halen. Dat ik weer verder kan investeren in andere bedrijven of andere assets. Slim. Top. Dan Hugo, ga ik je bedanken voor dit gesprek. Ja, bedankt Paul. Ja, we hebben vandaag weer een mooi gesprek gehad met z'n tweeën. Ik hoop dat jullie mij iets beter hebben leren kennen. En mochten jullie nog vragen hebben, jullie kunnen me altijd vinden op socials. Instagram en Facebook. Paul van Sprundel. Kunnen we even connecten. Kijken of e-commerce misschien ook iets voor jou is. En al is dat niet zo, dan is dat ook helemaal goed. Dan ga ik jullie bedanken en dan zie ik jullie weer in de volgende podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.